Oké, iedereen weet waar we zijn. Lotte Venetiae gaat over verlangens. En hoe verlangens voor iedereen vaak onbegrijpelijk zijn, onverwacht komen. En toch niet te controleren zijn. Verlangens zijn er gewoon. En hoe ga je daar dan mee om? Het hoeft voor mij niet. Raak hem aan. Het is een verhaal dat van een schrijver, Thomas Mann. Alles wat hij schreef was eigenlijk autobiografisch. Hij gebruikte alles wat hij meemaakte in zijn leven, in zijn romans, in zijn vertellingen, in zijn novelles. Dus ook dit, dat is echt gebeurd. Mann is met zijn vrouw in Venetië geweest. En daar was een Poolse familie met een beeldschone jongen. Dus het is echt gebeurd allemaal. Dus dat gegeven, dat vonden Ramsey en ik wel boeiend. Dat iemand eigenlijk een vermomde autobiografie schrijft met die novelle. Dus wij dachten, het is goed om die vrouw ook op te voeren. Wacht, stop, hou op. Dus Marieke, hier moet je even wachten. Om een goede toneelbewerking te maken die recht doet en trouw blijft aan het origineel, moet je ingrepen toepassen. Moet je bewerken. Het resultaat is nu dat er een stuk is dat behalve het verhaal van de novelle De Dood in Venetië ook een ander verhaal vertelt. Het verhaal van Thomas Mann en zijn vrouw Katja. Het is een soort raamvertelling geworden waarbij de situatie van de schrijver zelf, Thomas Mann, een rol gaat spelen in het toneelstuk zelf. Blijf. Hij weet niet dat je bestaat. Ik speel in het stuk Von Aschenbach. Thomas Mann verzint degene die ik speel, Von Aschenbach. Maar ik ben in wezen Thomas Mann die de dingen durft te doen die Thomas Mann in het echte leven niet durft te doen. Ik hou van jou. Marieke? Het project is tot stand gekomen in gesprekken die ik voerde met het Concertgebouworkest. Van het zou fijn zijn om eens een keer eerlijk iets met elkaar te doen. En zo is dat begonnen eigenlijk. Als een soort wens om een nieuwe vorm van muziektheater te ontwikkelen. Want dat is uiteindelijk de intentie. Hè. Buiten het verhaal, dat muziek en theater totaal met elkaar vervlochten zijn. Dat is ook de grote uitdaging tijdens repetities op dit moment. Dat ik absoluut niet wil dat er een muziekstuk is en dat we daartussen een toneelstukje gaan spelen, maar dat het toneel, de acteurs, zoals je in de opera de zangers hebt, die zingen op muziek, spreken de acteurs in dit geval op muziek. Dat is eigenlijk de grote uitdaging. En dat moet zo organisch en zo emotioneel mogelijk tot stand komen. Dat is echt door het muziek gaan. Samen met Ramzi en Ivo hebben wij 2 jaar lang tegelijkertijd gewerkt aan muzikale en textuele structuur van de voorstelling. En dat is een proces waar je laat de tekst beïnvloeden wat de muziek wordt en muziek beïnvloeden wat dan in de tekst wordt beschreven. Ik heb heel bewust gekozen voor stukken die zou ik zeggen dubbele impact hebben. Op één kant meteen een bepaalde emotie oproepen of meteen met de guts, met hart kunnen communiceren, maar tegelijkertijd stukken die ook bepaalde muziek-dramaturgisch verantwoordelijke rol hebben. Sinds onze huwelijksdag heb je alleen nog maar een pen of een sigaar in je hand gehad. Nico Muli is componist van jonge generatie, de shootingstar van muziek- en opera-scène van nu. Dit is voor het eerste keer dat Nico Muli werkt aan dit soort van project. Dus project waar theater en orkest komen samen. De 4 laatste liederen van Strauss zijn natuurlijk wereldberoemd. Wij gebruiken er daar 2 van. Dat is al een verovering, dat we er ook toelating voor hebben gekregen. Maar meer dan dat hebben we de toelating gekregen om daar een bewerking van te maken voor een countertenor. Dus dat is echt een wereldpremière, dat 2 van die liederen nu een totaal nieuwe vertolking, een totaal nieuwe huid hebben gekregen. Even die countertenor laten beginnen. De stem van de contratenor, dus een mannelijke stem, maar die heel hoog zingt. Dus die stem die ergens de hele universum tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid bespeelt.
Dat was onze idee om daarmee dit stuk te sluiten. Om die vraag te stellen, wat betekent mannelijkheid, wat betekent vrouwelijkheid? De stem van contratenor kan dat heel goed tot uitdrukking brengen. Mans eerste dicht. De lucht leek zuiverder, het strand kleuriger. Aschenbach keek naar buiten. Thomas Mann koesterde in zijn echte leven verboden verlangens. Verlangens die nooit geconsumeerd zouden kunnen worden. We hebben het niet alleen over homoseksualiteit, maar er is een ander verborgen een verlangen voor jonge jongens. Dat heeft hij nooit kunnen, maar waarschijnlijk ook niet willen consumeren. Hij heeft dat willen sublimeren in de literatuur door een afsplitsing van zichzelf te maken die verliefd wordt op een jongen. En uiteindelijk laat hij die man, von Aschenbach, sterven aan het strand. Thomas Mann is niet gestorven, maar hij geeft eigenlijk aan: wat ik mijn alter ego heb laten beleven, dat kan niet. Het is niet reëel, het is Plato! Deugd, verlangen! En dat is denk ik wat het kunst heel vaak doet. De kunst houdt zich bezig met verlangens, maar wat we niet in de werkelijkheid meemaken. Kunst is niet de werkelijkheid. Alhoewel het kunst dus daardoor dikwijls een grotere innerlijke werkelijkheid is dan we zouden willen. Raak hem aan. Verval en dood en een voorliefde voor schoonheid, ik denk dat die een hele grote invloed op elkaar hebben gehad. Geconfronteerd te worden met het een zorgt voor het ander. En ik denk dat daarom Venetië het ultieme symbool is voor dit verhaal. Een verhaal van verval, ouderdom versus de liefde voor een volmaakte jongen, een volmaakt beeld